de specialiteit een stapje... Ja, maar je hebt nog een boek. ...naar een tweede boek, eveneens van uitgeverij Lanno, van de hand van Bart Debout. Ja. Hij is een zeer gelukkige vader van twee dochters en een prima echtgenoot blijkt. Ja. Is 17 jaar lang in het bankwezen gezeten. Is nu zaakvoerder van een eigen herenkledingzaak in Tienen. Ja, oké. En waarom schrijver ook? Wat hij altijd heeft geproefd, dat is hoe dat schrijven. Dat was vreemde passie. Niet alleen met artikels en columns in verschillende magazines. Maar in 2008 heeft hij zijn eerste thriller uitgebracht onder de titel Scherven. Mm-hmm. En het gaat over een Leuvens speurdersduo. Leijsens en Van Kattendijk, die heel wat avonturen meemaken. Mm-hmm. In 2018 heeft hij zijn tiende boek uit de trailerreeks uitgebracht. Okay. Toen noemde het De Mol. En je kan ongetwijfeld nu al denken waarover het gaat. Ja. De achtergrond, het spel, De Mol. Ja. Het mooie is dat hij Bart Debout in 1999 zelf heeft meegedaan aan De Mol. Ah, dus vanuit zijn ervaring heeft hij blijkbaar ook heel wat zaken opgepikt. En dan zijn we nu toe aan de elfde uit de reeks, Rauwkost. En dat maakt natuurlijk de link samen met de barbecue en auto. Waarom? Omdat het verhaal erom gaat dat de chef-koks, die bekend zijn van televisie, dat die vermoord worden. Oei. Met heel wat symboliek, want er is de lichaamshouding bij het aantreffen. Er is een gerecht dat klaargemaakt is en dat naast het lichaam staat. Een scherf in het lichaam en dergelijke meer. Okay. En als je weet dat die Bart Debout niet alleen een wielertoerist is, onder andere de eerste dode is Wouter Dumoulin, Wouter van Aert. Tom Dumoulin. Ja. Is ook een klassiek pianist, die Bart Debout. Je krijgt ook wat uitleg over Bach en zijn sonates en dergelijke meer. Ja. En wat ook leuk is, het is een amateur kok. De gerechten die bij de vermoorde chef-kok terechtkomen, worden ook uitgelegd. Dus je kan ook nog wat bijleren. Hè. Hier onder andere de varkenswangetjes met de gefruite ui. Overgoten door de gouden Carolus. Ja, en de man is nog risotto aan paddenstoelen. Wat moet je nog meer? Hè? Hij is van vele markten thuis. Inderdaad. Het is ongelooflijk goed geschreven. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Dat gebeurt niet zo vaak. Ja. Maar het is heel spannend. Het is heel vlot, heel humoristisch soms wel eens. Maar je kan mee zijn met de tijd, want je kan je ook verplaatsen anno 2021. Hè. Yeah. Dus twee boeken van Lanno. Barbecue en auto van Peter de Klerk. En Rauwkost van Bart Debout. Oké. Okay.